Nou, die snijgroenten en fruit en brood en zo, dat zit er niet bij. Dus echt eten en accessoires en zo, dat moet je dan loskopen. En dat zou ik ook zeker aanraden om te doen, want dat maakt het spel wel heel veel leuker. Dat zijn bijvoorbeeld deze dingetjes van Small Food Company heeft hele leuke. Dus je kan het dan opensnijden omdat er van die viltjes aan zitten of klittenband aan zit. Dus je krijgt dan van alles bij. Een appel. Zo. Ik ga het even met links proberen, want ik heb nu mijn telefoon in mijn rechterhand. Zo. Dus je snijdt het dan zo door met het mes. Nou, dat is ook hartstikke leuk om te doen. Het mes is ook van hout en een beetje loopt taps toe, zodat het makkelijk er doorheen snijdt. Dus dat is een snijplankje en van alles zit erbij met eieren. Je hebt verschillende sets ervan. Die zou ik ook als link erbij zetten. Zit worst bij. Je hebt hier echt verschillende sets van met alleen groente of alleen fruit en ook wat brood erbij. Dit is dan een worst en er zitten ook van die broodjes bij.